Ik wil het niet. Hallo, hallo, een hele goede morgen. Ik heb een hele goede dag vandaag, want we gaan ten eerste naar Sandparks. En ten tweede, Jax heeft heel goed geslapen vanochtend. En ten derde, het regent. Nou, dat is natuurlijk wat minder, maar ik vind het best wel lekker. Ik heb gewoon een beetje behoefte aan dat knussige, lekkere, rustige gevoel. En dat krijg ik wel vaak van regen, wanneer ik niks hoef te doen. En op dit moment moet ik toch meestal echt heel veel binnen zitten. Dus ja, lekker toch? En in zo'n huisje in Sandparks, nou ja, het wordt vast nog wel eventjes mooi weer de komende dagen. Blijft vast niet de hele tijd zo. We are staying positive! Happy Friday! Het is trouwens vrijdag vandaag. Yeah. Dag. 10 weken! Ja, gefeliciteerd Jaxie! Woehoe! Hoera! Ja, leuk hè, om 10 weken te zijn. Mama vindt het in ieder geval wel heel leuk dat jij 10 weken bent, want je bent zo schattig. Blijf maar gewoon 10 weekjes. Kijk nou, dit superleuke broekje. Dit is een broekje van Noppies. Het is echt zo schattig. Zo, Jax ligt lekker te slapen in de draaghoek, dus ik ga even de spulletjes pakken. En dan gaan we zo Yola ophalen en dan rijden we meteen door. Thank God is het maar een weekendje. Mijn tas, mijn gear... Yola de tas, luier tas. Hier zit ook alles van Jax in. Daar boodschappen die we meenemen. De wagen die mee moet. De Maxi Cosi die mee moet. En Bart's dingen nog. Hihi. Nou, ga ik het ventje er maar uithalen. Bloep, bloep, bloep. Zo, we zijn even bij de allernieuwste laadplek in Nederland. En dat is bij Utrecht. Hoe heet het hier ook weer? Breukelen. Oh ja, Breukelen. Van de Valk Breukelen. Van de Valk Breukelen, mega groot. Geef maar, dan film ik even een rondje. Ja, is goed. Ja mensen, ik neem jullie even mee. Hop, 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 hop. Dat is Dexie. Oké. 24 laadplekken. Tik, 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 tik. Volgens mij de grootste van Nederland momenteel. En veel zullen we er nog volgen. En terug naar Tisna. Nou, ik ben Jax even aan het voeden in de auto, dus daarom zit ik eventjes achterin. Oh, het ruikt hier echt heerlijk. Wat leuk. Oh, nee, Jax, jullie hebben een sauna of zoiets. Wat? Een sauna? Dat weet Bart nog helemaal niet. Nee. Niet vertellen. Niet vertellen. Nee. Niet vertellen. Zo, daar zijn we, Jax. Yola wil hier even wat laten zien. Een heel vet idee. Hebben we sauna? Ja. Nee. Oh, onze eigen sauna. Wow. Oh, wat. Echt wat chill. Oh, lekker samen met Jax in bad. Oh, heerlijk als je wakker wordt en je kijkt naar buiten dan, hè. Dit wil ik nog even laten zien. Kijk, is er nog een badkamer of zo? Daar nog zit een douche hier. Nog een badkamer. Twee badkamers. Eentje met een bad en eentje met een douche. Zo joh, je hebt je eigen badkamer. En hier. Super cool. Mijn? Ja. Dit is mijne. Ja. Want jullie hebben die met wie. Hey, we kunnen zelfs barbecuen. Ja. Zo, we zijn alweer bij de supermarkt. Heel eventjes op Bart wachten. Die is de auto nog even wegzetten. Kijk wat een uitzichtje. Dan heb ik het niet over Dexie die in je gezicht zit te likken. De bossen. Nou, Jax, wil jullie ook graag goedemorgen zeggen? Oh, dat lampje weer. Dat, Jax. Ja, hij heeft iets met dat lampje. Jax, je hebt hier ook een lampje. Hey. Goedemorgen. Ben je nek aan het trainen? Oh, hij is nog niet helemaal wakker, zoals je ziet. Ga je lachen? Ja, hey. Toch wel een beetje. Toch wel een beetje. Ja. We weten haast niet wat we moeten doen, want er zijn zoveel activiteiten.
Dit is de Centerparks app. En dan kun je dus alle activiteiten zien. En morgen dan hebben we een activiteit geboekt. En dat is de Huifkartocht. Superleuk. Wow, dit is echt wat voor Yoda. We dachten dus, we gaan lekker door de bossen lopen. En het had geregend vannacht. Dus we dachten, dan kunnen we lekker door de plassen. Slaat helemaal nergens op. 25 graden en ik loop met deze dingen. Soms vraag ik me echt af wat er met mijn hersens aan de hand is dat ik zulke dingen doe. Nou, daar gaan we hoor. De Jungle Expedition. Dit vond ik vroeger mega vet. Kan herinneren van vroeger. Nee, niet doen. Ik kan hier al niet eens normaal lopen. Nee, ik wil het niet. Woehoe! Nou, papa voelt zich ook weer een kind hoor. Oké, ik ga naar het huisje lopen en jullie gaan. Wij gaan. Pannenkoekenbakketje van me. Het ziet er echt super goed uit hier. Zo, vandaag is het Bart's beurt om de hele avond zo rond te lopen. Nog een uur voor de laatste voeding. Nee, natuurlijk niet. Als jij even wat harder gaat lopen. En goede stappen. Goede stappen. Kijk, zie je? Het werkt meteen. Ja. Echt, meteen werkt het ook. We hebben hem uiteraard wel eerst geprobeerd in bed te leggen. Maar helaas, dat... Wow, je ziet wel dat hij in de sauna weg geweest. Maar dat werkt weer niet. Oh, kijk hem nou. Lieverd. Het is ook lekker eens een keertje bij papa, hè? Ja. Dat zijn de mensen thuis. Dan kan papa dat ook af en toe eens doen. In plaats van sporten. Wat is dat dan? Dat is ook een hele sport. Hallo, goedemorgen. Het is zondag en we hebben croissantjes aan de deur hangen. Hoe lekker is dat? Goedemorgen, Jax. Zo, there we are. We zijn onderweg. We gaan namelijk een huifkartocht doen. Yay! Superleuk. En kijk Bart dan. Een echte papa zijn. We willen een ritje maken van anderhalf uur. Een uur en drie kwartier. En we zullen daarbij ook een stop maken bij een hoeve. En dan zal ik wat vertellen over de asperges. Dan zullen jullie ook lekker een aperitiefje krijgen met asperges. En als jullie willen kunnen jullie daar nog lekker appeltaart eten of een kopje koffie drinken. En dan rijden we weer verder. En het eindpunt is bij de manege. Dus waar de paarden wonen. Dat weet je ook gelijk, dat het hoogste punt door Limburg. En dan kan man een ganz kopje omheen maken. We moeten alleen verder. 5 is echt een genoeg. Zagen een lepeltje pakken. Zwaar heeft er gemaakt. Dus. Heerlijk. Franse asperges. Hier moet je dus zijn voor je asperges. Dan komt het gewoon hier rechtstreeks uit de aspergevelden op je bordje.
Nou, hoe top is dat? Maar dan ietsje beter. Hij is wel relaxed, ja. Heerlijk. Lekker rustig, hè? Lekker geslapen in de draagdoek. Jij mag niet. Ik ben echt allergisch voor muggen steken. Dit was één steekje. Dan krijg ik zo'n plakkaat. Dat heb ik al eerder aan jullie laten zien in Spanje. Toen zat ik onder. Ja. En nu heb ik er eentje weer. Ze moeten ook altijd mee hebben. Onze lieve Jax hier. Die heeft voor het eerst in zijn leven een spijkerbroek aan. Wat vind je ervan, joh? Leuk. Schattig, hè? Ja. Oh, dit is nog eens een pindakaaspot. Wow, hier doet die snel wel een hele maand mee, denk ik. Wat een pot. Het is fijn om weer thuis te zijn. Hé, Jax? Jola die heeft een pakketje. Het is ter ere van een nieuwe serie, een kitty. Vanaf 21 mei, iedere door de weekse dag, om 4:15 te zien op Cartoon Network. Oh, een squishy. Oh. Cakejes maken. Snoep. Wauw. Wat een verwennerij. Nagellak, super mooie. En snoep. Oh, ruikt super lekker. Oh. Zo leuk als het is om weg te gaan. Zo leuk is het ook weer om thuis te komen. Toch, schat? Zeker, heerlijk. Heerlijk, we zijn er weer. Back home. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie de volgende keer weer. Als je het tenminste leuk vindt. Ik zou het heel leuk vinden ook als je abonneert. Dankjewel daarvoor. En geef een duimpje omhoog. En reageer. En meer. Later. Rock that joint.